Weet je waar ik echt heel erg van hou, Frank Evenblij? Nou? Van kunst. Wat heb je met wetenschap dan? Daar weet ik niks van. Daar weet je niks van. Jij? Ik weet er ook niets meer van, maar ik ben er ook wel in geïnteresseerd. En wat wil nou het toeval? Het toeval wil, wij zijn in Groningen. Misschien wel de leukste nacht van het jaar, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Zeker. De nacht van kunst en wetenschap. Meneer Kuipers, wat staat er vandaag op het programma? Het hart. En dan het hart in de ruimte. De medische aspecten van de ruimtevaart. Wat gebeurt met de hart in de ruimte? Nou, we horen er niet thuis. Dus het hart wordt zwakker. Je gebruikt je lichaam niet meer. Je wordt gewoon hartstikke slap in de ruimte. Dus het werkt nog wel. Maar over het algemeen heb je het minder nodig, je hart. Nou, als je, if you don't use it, you lose it. Kun je mij precies uitleggen wat hier binnen gebeurt? Ja, hier binnen is jouw collega die ondergaat de bodyscan. Wat er gebeurt is die analyse, die gaat de cloud in. Het duurt in totaal 1 minuut, de hele bodyscan. En de tweede fase duurt ook 1 minuut. Dus hij zal wel dra naar buiten komen. 25, je bent ja, je bent, je bent dik in de 40. Ik ben helemaal niet dik in de 40, ik ben 25 ongeveer. ik vind het zo'n apparaat. Dat weet ik echt, top. Nu staat hij dikke stil en nu beweegt hij weer. En nu staat hij stil en nu beweegt hij weer. Ik moet eerlijk zeggen, we staan nu in een hart. Maar als jij hier zo naar kijkt, waar denk je dan? Kan hij u trakteren op een lekker vleesijsje? Heb je een lekkere vleesbolly? Ja, ik heb het nog niet uitgeprobeerd, jullie wel? Nee, we wilden het net gaan proberen. Ja, maar nu ik, nog wil niet. Wel, ik wil wel zo'n rundvleesijsje. Wat wil jij? Spek. Van ik vind het echt heel erg smerig. Ik vind het helemaal onpasselijk van, weet je dat? Ik vind het niet in jezelf. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only help. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only help. Kijk nou, Tieten. Hologram. Auw! Heel klein kusje, jongens. Ik vind het wel heel mager. Ik vind dat het wel beter kan. Het is een mooi beest. Het is wel goed zo. De nacht van de kunst en de wetenschap. Wie moeten we dan hebben? Ronald Giphart natuurlijk. Zeker. Nou ja, ik heb net een boek geschreven over wetenschap met een wetenschapper. We hebben net in een kerk daar een lezing van gegeven over mismatch. Hoe onze hersenen en lichamen niet zo heel erg goed zijn aangepakt aan de verleidingen in de huidige tijd. Hè? Wat is lust? Zoals wij Belgen zeggen, als je er goesting van krijgt, dan ben je goed bezig. Hè? Is elke nacht er niet eigenlijk één van kunst en wetenschap? Ik ben hier om iets voor te dragen uit een boek wat ik zelf geschreven heb. Al was ik hem voor een paar ogenblikken in de deuropening en het halletje .comma. Wat is robotdating? Nou, robotdating is dat je date met verschillende robots in 1 minuut. Dat is echt een speeddaten. Maar waarom zou je met een robot willen daten? Ja, waarom niet? Hoi, ik ben Timon. Leuk om je hier te treffen. Zeker. Zeg, hoe heet jij nou? Frank. Ik heb jouw nummer nog niet. Schrijf het straks maar op het formulier. Ik overweeg het, maar ik moet er nog even over nadenken. Hoe is het verder? Ik vind het een weinig spraakzame robot hoor, Timon. De avond samenvat in een woord. Nou ja, we zijn met het hart van participatie bezig geweest. Wat is nou mooier dan participeren met mensen in Groningen? Dat klinkt fantastisch, dat klinkt heerlijk. Daarom zeggen wij hier vanuit Groningen voor een nacht van kunst en wetenschap. Salam alaikum. We halen eruit en bekijken hem. Bedankt en we zullen het nooit, nooit vergeten. We zeggen de allerslechtste afronding, alle tijden.